Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Ik ben nog op vakantie, maar voordat ik op vakantie ging, ben ik op wedstrijd geweest en heb ik popcorn weer gezien. Wil je weten hoe popcorn er nu uitziet? Blijf dan kijken! Voordat ik op vakantie ging, maakte ik me echt enorm zorgen om Johnny. Omdat Johnny last kreeg van extreme zomerexeem. En dat kunnen paarden krijgen van knutten. En dat zijn vliegjes. Die leven vooral in modderplassen. Daar planten ze zich voort. En die komen voor in zomer. En die prikken dan paarden. En dan krijgen paarden heel erg jeuk. En kunnen paarden zo hard gaan krabben. Dat ze al hun manen verliezen. En het begon bij Johnny dat hij eerst gewoon... ja, best veel jeuk kreeg en hij ging heel veel schuren en op een gegeven moment ging hij zoveel schuren dat zijn manen helemaal kapot gingen en ik dacht steeds, ja, wat kan ik eraan doen? Toen werd het nog veel erger en uiteindelijk ging zijn hele oren kapot. Hij had gewoon bloed in zijn oren. Kijk, zo zagen zijn oren eruit. En hij werd gewoon helemaal gek. Als ik bijvoorbeeld een dekentje opdeed, dat hij niet kon krabben, ging hij aan die deken trekken. En kijk, dit is best wel een grappige video. Iemand op stal had me deze video gestuurd. Johnny is natuurlijk een hengst en hengsten trekken vaak aan hun dekens. Ze bijten overal in, dus Johnny kan dit soms met dekens doen. Hij heeft al zoveel van mijn dekens gesloopt. Dus ik moest best wel lachen om dit filmpje. Alleen, ja, die deken die ik dus opdeed, die kon ik ook niet meer opdoen. Omdat, ja, hij sloopte alles. En toen ben ik Horseflex zomerkriebel gaan gebruiken. Kijk, dat is dit supplement. En daarnaast heb ik zijn manen heel goed gewassen met betadine om eventjes alles eruit te krijgen. En zoals je ziet krab ik echt zo heel goed aan die manen dat het echt op die huid kwam. En wat ik daarna deed is de insectenspray van Horseflex gebruiken en op alle wondjes de huid- en wondjespray. En nu is het gelukkig helemaal aan het herstellen. De jeuk wordt veel minder, dus ik was eerst ten einde raad. De dierenarts is ook geweest en ja, de dierenarts kon er ook niks aan doen. Dus eigenlijk het enige wat je er een beetje aan kan doen is dus supplementen geven of die vliegenspray om die vliegen tegen te houden. Dus daar ben ik heel erg blij mee dat het nu werkt. Want ik lag s'avonds echt gewoon, ja, ik moest er echt bijna van huilen omdat het zo zielig is als een paard jeuk heeft. En als je zelfs een dierenarts belt en de dierenarts kan er niks aan doen, dan word je op een gegeven moment gewoon helemaal gek. Kijk, hier zie je hem ook vet schuren met zijn staart. Ook daar had hij jeuk en hij bleef maar schuren. En ja, ik ging op een gegeven moment hem eruit halen en wassen en opnieuw borstelen en knuffelen en aandacht geven. En elke keer als hij dan in stal stond, ging hij weer schuren en zijn staart zag er op een gegeven moment zo uit. Helemaal kapot geschuurd en op een gegeven moment kwamen daar ook allemaal wondjes. Dus ja, op een gegeven moment, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Maar gelukkig heb ik dus nu de supplementen gebruikt en de sprays. En is Johnny nu bijna helemaal jeukvrij. En ik ging hem lanceren. En omdat hij bijna helemaal jeukvrij is, werd hij ook weer super blij. Kijk, hier ging ik hem lanceren. En dan komt hij soms op je af en dan gaat hij uitdagen en lekker galopperen. En hij zit weer helemaal lekker in zijn vel. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. En omdat Johnny zich weer beter voelde, konden we weer samen op wedstrijd. En ik ben geselecteerd voor de regiokampioenschappen met zowel Yves als met Johnny. En als je mee wilt doen aan de regiokampioenschappen, moet je 2 keer op wedstrijd gaan. Dus 2 keer met Yves, 2 keer met Johnny. En we hebben alle wedstrijden gewonnen. En nu mogen we naar de regiokampioenschappen. De regiokampioenschappen zijn Noord-Holland. En dan heb je Zuid-Holland, Flevoland, alle provincies hebben een regiokampioenschap en de beste van die regio's, dus van die provincies, mogen naar het Nederlands kampioenschap, het NK. En ik hoop heel erg dat ik met zowel Yves als met Johnny naar het Nederlands kampioenschap kan. Dat zou echt ontzettend vet zijn. En 14 juli heb ik mijn selectie voor het Europees kampioenschap met George. Dus er komen weer heel veel gave dingen aan. En omdat veel van jullie ook op wedstrijd gaan, wil ik even mijn proefje met Johnny met jullie bespreken. Dus let's go! Oké, let's go. We gaan beginnen. AC binnenkomen. En dan moet je altijd kaarsrecht op die C richten. En Johnny doet zijn oortjes naar voren. En hij danst echt super mooi. Alleen, er stond heel veel wind. En hij vond het hokje heel erg eng. Dus ik dacht, oké, op het hokje af, op het hokje af. En naar rechts. Gelukkig luisterde hij super goed. Al vond hij het dus echt heel erg eng. Nu moeten we schouder binnenwaarts. En dat deed hij ook heel erg mooi.
En dat schouder binnenwaarts is tot de P. En bij de P moet je halve volte, halve baan. Dus je moet heel mooi vloeiend zo vanaf de P in die halve volte en dan appoeieren. En kijk hoe mooi hij zijn benen over elkaar kruist. Daar was ik echt super blij mee dat hij het zo mooi deed. En nu moet ik van M naar H afwenden. Maar dan moesten we weer langs het hokje. En let op, hij gaat het een beetje zo hoepatee, een beetje eng vinden. Maar gelukkig deed hij niet gek. Ik voelde wel wat gekkigheid. Nu moeten we weer schouder binnenwaarts. En dan plaats je de voorhand naar binnen. Dus niet de achterhand naar buiten. Dus de kont mag niet tegen het hekje aankomen. En dan weer halve volte, halve baan. En kijk, mooi bij de AC-lijn uitkomen. En dan heel mooi benen gekruist terug naar de S appiëren. En dan moet ik weer langs het hokje. En het is super moeilijk soms als je iets hebt in de proef wat de paarden heel erg eng vinden. Maar ik krijg hem er al steeds beter langs. En nu komt het uitstrekken. Let's go. Go! En ja, daar gaat het mis. Hij gaat aanspringen in galop. En dat kan gewoon gebeuren. Dan moet je hem rustig terugnemen. En gewoon het tweede gedeelte zo mooi mogelijk proberen te rijden. Want dan kan je het nog herstellen. En kijk, hier moet ik zo meteen halt houden. En bam! Dit doet hij echt heel mooi vierkant. En dan achteruit. Hup. Tup, tup, tup. Even goed tellen. En ik was super blij met hoe mooi vierkant die stond. Eigenlijk kon het niet mooier. En Johnny die heeft altijd best wel een beetje adrenaline tijdens de proef. Dus best wel ja, veel energie. En dan vind ik het altijd best spannend om te gaan stappen. En dan moet ik ook meteen na het halt houden uitgestrekte stap. Maar je wilt natuurlijk hoge punten halen en je moet je paard gewoon vertrouwen. Dus ja, laat die teugels maar vieren. En zoals je ziet, dan doet hij echt super zijn best. En altijd in stap tel ik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dat moet over de benen heel erg gelijkmatig zijn. Dus als je tot 1, 2, 3, 4 telt. Of je nou uitgestrekte stap doet of verzamelde stap. 1, 2, 3, 4. Dat moet altijd gelijk zijn. Hier moeten we aangalopperen. En 3, 2, 1. Let's go! En na het aangalopperen moeten we meteen uitgestrekte galop. En ja, dat vind ik altijd spannend op wedstrijd. Omdat je dan natuurlijk gas moet geven. Maar kijk hoe mooi die... Ja, hij vliegt gewoon. En dan moet je hier heel mooi verschil laten zien. Dus goed terugnemen. En dan moeten we weer langs ons favoriete juryhokje. Maar na de uitgestrekte galop, neem vooral je paard goed terug. Want als je dat verschil goed ziet, dat is heel belangrijk. Nu moeten we een S'je maken. En op dat S'je moeten we van galop naar stap. En dan is het 1, 2, 3. Heel vloeiend in stap. Dan tel je 3 tot 5 stappassen. En dan spring je weer heel vloeiend aan. En dat deed Johnny supergoed. En eigenlijk tel ik heel vaak dus in de galop 1, 2, 3, 4. Want als je telt, dan is het altijd heel erg ritmisch. En dat is de bedoeling. En dan moeten we hier nog een S'je rijden. Dus kijk, hier rijden we een S'je en dan tel ik 1, 2, 3 in stap. En dan tel ik 1, 2, 3 en galop. En dan wordt het super vloeiend en super mooi. En Johnny deed ook dit heel erg goed. Dus ik ben heel, heel, heel erg trots op hem zoals je hoort. En dan hebben we nu in draf. En ja, dat vind ik dus moeilijk. Want als je eerst van galop naar stap moet en dan moet je ineens van galop naar draf, dan snappen ze het soms niet. Dus dat is best moeilijk. En hier van hand veranderen, teugels weer mooi laten vieren, dat het paard mooi daalt op boegkniehoogte. En wat ik al zei, als je een hengst hebt die afgeleid is, is uitgestrekte stap en hals laten strekken in draf soms best, ja, gewoon spannend. Maar je moet op je paard vertrouwen en dat gewoon doen. Hier moeten we weer aangalopperen en nu komt de korte diagonaal met weer die eenvoudige wissels. En dan 1, 2, 3, 4 en dan aangalopperen. Die had iets vloeiender gekund. Maar ook daar tel ik weer. En hier moet je het nog een keertje doen. En let op. Dat deed hij wel heel mooi. Alleen de aanleuning was iets minder. Maar alsnog deed hij wel heel erg zijn best. Dus ik was er blij mee. En dan, oh, hij ging hier even hinneken. Hoofd omhoog. Moet je hier weer in draf. En oh nee, wacht, sorry. Hier moet je nog een keer uitgestrekte galop. Ik was even in de war. Gas, gas, gas. En dan uitgestrekte galop. En dan hier terugnemen. En dan moet je zo meteen bij de C. Oh, even een paar minuten shot. Bij de C in draf. Maar wat ik al zei, zie je, dat gaat niet echt heel vloeiend. Omdat je steeds die eenvoudige wissels doet. Ja, van galop naar stap. En dan moet je ineens van galop naar draf. Wat ik dus doe, bij eenvoudige wissels geef ik een kneepje en ga ik terug naar stap. En bij
galop naar draf, zeg ik heel zachtjes ho ho. Gewoon even een beetje onopvallend dat de jury het niet heel erg ziet. En hier afwenden en dan halt houden. En kijk, bam, halt houden. Supermooi vierkant. Ik ben mega, mega blij met Johnny. Eventjes flink wat knopjes geven. Mijn beste vriendin Sabrina leest altijd voor en na de proef vraag ik altijd: en wat vond jij ervan? En zij vond het ook echt mega goed gaan. En zoals je ziet, kijkt Johnny al lekker rond. Of hij nog wat leuke merries ziet. Ja, natuurlijk krijgt hij nog een klopje. En dan is het spannend, want dan is het afwachten wat de punten zijn. Maar ja, trotser dan trots ben ik. Ja. Heel goed gedaan. 69-3 met Fabian. Na de wedstrijd hebben we een lekker emmertje met water gehaald om het zweet van Johnny af te sponsen. Hier zie je Stefan en Stefan is de vriend van mijn moeder. Hij komt ook uit Friesland, dus hij is goede maten met Johnny. En Lia, mijn beste vriendin, houdt Johnny vast. Die houdt Johnny altijd vast tijdens wedstrijden en shows. En ik voel altijd eventjes de beentjes of daar alles helemaal goed is. Even Johnny nog voelen of hij weer helemaal lekker op temperatuur is. En wat een reus is het eigenlijk, hè. Kijk die nek van Johnny. Kijk nog eventjes de beentjes of die helemaal cool zijn. En ja, Johnny is helemaal klaar om de trailer op te gaan. Nou, dit was ons eerste proefje in de middenbeemster voor de selectie. En zoals je ziet zijn we vet blij gewonnen met kei dikke punten. En daarnaast hadden we ook een andere selectiewedstrijd en die was bij Veldhuizen Stables. Dat is een van mijn favoriete stallen om wedstrijd te rijden. Omdat je daar een binnenbak hebt waar je kunt losrijden. Als je paard wilt dus kun je ook nog eventjes lekker longeren. En de bak is ook heel erg goed. Ik vind het een super fijne plek dus. Maar je hebt daar ook de paarden in de opfok. En Johnny ging helemaal hinneken aan die paarden in de opfok. Dat vond hij super leuk. En paarden in de opfok zijn eigenlijk veulens. Tot aan hun derde jaar. En Popcorn heeft ook daar in de opfok gestaan. En het is echt een super goede plek. Er wordt heel goed voor de paarden gezorgd. Ze zien er heel goed uit. En ze gaan ook lekker de hele zomer met de kudde in het land. Nou, jullie hebben al meerdere video's van Popcorn daar gezien en Popcorn woont daar nog steeds. En zijn nieuwe ruiter is Lisa en ze zijn echt heel erg mooi samen. En ik heb dus Popcorn ook weer gezien toen ik daar wedstrijd reed. En hij is zo ongelooflijk mooi geworden. Kijk, zo ziet hij er nu uit. Echt super mooi. Echt dat lichaam, het is prachtig. Zo goed hebben ze voor hem gezorgd dat hij gewoon na 3 jaar er zo uitziet. En op zijn neusje, kijk, zoals je ziet, heeft hij nog steeds dat hartje. Ik vind het echt zo een super mooi paard. En ik vond het ook heel gaaf om hem weer te zien. Kijk, dit is een foto dat ik hem ontmoette. En ja, hij was zo lief. En hij schijnt de liefste van de stal te zijn. En ook een beetje grappig en ondeugend. Kijk, hier komt even een kort filmpje van hem. Popcorn! Hallo, wat ben je groot geworden? Maar dat hartje is nog steeds dat hartje. Een baby. Hey. En Lisa en Popcorn gaan binnenkort hun eerste wedstrijd rijden. En ik denk dat het helemaal goed komt. Want de video's die ik gezien heb van het rijden zien er echt super, super mooi uit. En hij is, ja, wat ik al zei, zo ongelooflijk mooi. Dus ik denk, als hij een wit dekje op heeft en knotjes. Oh, ik kan echt niet wachten om het te zien. Want wat is Popcorn mooi geworden. En ik ga ze zeker volgen in de toekomst. Ik ben nog een paar dagen op vakantie en het is echt super, super lekker weer hier. En kijk, dit is een uitzichtje vanaf de boot. En ik heb dus gisteravond friet gegeten bij de zonsondergang. En die friet was echt heerlijk. En wat ik ook heel vaak doe, eigenlijk elke dag, is aardbeien met witte chocola bestellen. Kijk hoe lekker die eruit zien. En 's avonds is de boot ook echt ongelooflijk mooi. Het is, kijk, zo zie je hoe het er 's avonds uitziet. Echt, het lijkt bijna net, maar het is helemaal echt. En overdag kun je er lekker af. En ik ben ook nog bijvoorbeeld in Kroatië, Italië, Montenegro. Nu zijn we bij Mykonos in Griekenland geweest. En ik heb ook van die babykatjes gezien. Kijk, die vond ik zo schattig. Ik wilde dat katje eigenlijk meenemen. Ik ben echt zo verliefd op kittens en puppies en veulentjes. Eigenlijk alle dieren ben ik helemaal fan van. En als je wil sporten, kan je ook lekker paddelen op de boot, op de zee. Hoe vet is dat? Kijk, hier nog 2 leuke vakantiekiekjes in mijn lievelingsroze bikini. Dan wil ik tegen jullie zeggen nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En heel graag tot volgende week. Doei!